Een zilveren medaille, dat is wel iets. Maar ja, die finale wil je graag winnen natuurlijk. Ja, en zo'n finale speelt enkel de eerste plaats een rol natuurlijk. En dus, hier staat een heel ontgoochelde coach. Dat is logisch, denk ik. Nu denk ik voornamelijk onze eerste helft afwerkend was veel te weinig. Ik denk dat we veel beter kunnen dan dat we de eerste helft laten. De tweede helft kwamen we dan in de wedstrijd. Hadden we tot een grand stuk in de tweede helft de betere van de wedstrijd zelf. En dan op het einde geven we het dom weg, denk ik. Een paar verdedigende fouten, een betwistbare fase, maar oké, ja. Het heeft niet mogen zijn, ja. Het is nipt, maar... Ja, 14-13 verliezen, dat is helemaal niet leuk, hè? Nee, nee. Als je ziet, 13 doelpunten in zo'n wedstrijd moet je meer scoren eigenlijk. Als je drie doelpuntjes eerste helft is veel te weinig voor zo'n wedstrijd. Nu natuurlijk voor de meeste van die meisjes en jongens is het de eerste keer dat ze in zo'n entourage spelen. Dus dat doet wel iets natuurlijk. En dat zag je wel bij sommigen, zeker de eerste helft, dat zonder hun niveau speelden. De tweede helft hebben we redelijk goed hersteld, maar net niet genoeg. De opvolging is er natuurlijk, hè? Want Florian speelt volgend jaar in de topleague. Ja, er zijn ganspakken jongens en meisjes die eigenlijk overgaan naar de kern volgend jaar. We hebben nog een mooi juniorenteam volgend jaar. Maar inderdaad, er zijn er wel een aantal die stilaan rijp zijn voor het grotere werk, denk ik. Al bij al een leuk seizoen. Een zilveren medaille op voorhand is altijd leuk natuurlijk. Ja, ik had gegokt dat we toch voor de titel gingen meedoen. We hebben dat gedaan. Jammer, ja. Zo'n wedstrijd, dat weet je, kan alles. Dus, het heeft alweer niet mogen zijn. Jammer genoeg.